Commentator in Roosendaal bij RBC tegen Feyenoord is Jeroen Guter. Geert den Ouden, RBC's topscorer van vorig seizoen, mag vanavond eindelijk een keer vanaf het begin meedoen. Dat komt doordat Ebu Silla afgelopen week tijdens de training een been brak. Den Ouden staat als rechtsbuiten, Wouter schuift daardoor door naar de linkerkant. Feyenoord, dat begint in de opstelling van de laatste wedstrijden. Bert van Marwijk voelt er niets voor om spelers uit voorzorg aan de kant te houden. Voor Pierre van Hooijdonk betekent het duel van vanavond een weerzien met de club waar hij in 1989 zijn profcarrière begon. In twee seizoenen scoorde van Hooijdonk 33 keer voor RBC. Ook voor een aantal mensen bij RBC is het vanavond een weerzien met een oude bekende. Trainer Chris Dekker, Henk Vos en Tininho hebben allemaal een Feyenoord verleden. Emmerton. Van Hooijdonk geeft de bal mee aan Bosveld, die even wordt vastgehouden. Toch Pardo gevonden aan de linkerkant. En het schot geblokt door David Nascimento. Ono. Song kiest de diepte. Van Hooijdonk rakelings over. Van Wonderen. Buffel van Hooijdonk. De openingsfase is aantrekkelijk. Er zijn kansen voor Feyenoord. Vooral voor hem, van Hooijdonk. Zijn tweede. Dit keer op aangeven van Thomas Buffel. Op het randje van buitenspel. Emmerton. Nascimento. Opgejaagd door Buffel. Buffel doet dit uitstekend. Pardo. Ono. Vanuit de tweede lijn. Feyenoord laat de bal het werk doen. Positiespel ziet er voortreffelijk uit. Ono. Bosveld. Emmerton. Op rechts wacht Song. Ono biedt zich aan. In het 16 meter gebied Buffel en Van Hooijdonk. Song is er langs. En dan krijgt hij te maken met Fleur. Maar ook Fleur wordt weggezet. Vrije trap. Power achter de bal. Dat betekent een indraaiende vrije trap. Naar de tweede paal toe. De bedoeling van Power was om de bal in één keer op doel te schieten. Vos. Meegegeven. Wouter. Power verdedigd. En Zoetebier voorkomt een hoekschop. Emmerton. Song vertrekt. Emmerton houdt in. Komt zelf met de voorzet. En Van Hooijdonk. Schitterende reactie van doelman Aerts. Op die kopbal van Feyenoord topscorer. De puntgave voorzet van Brad Emmerton. En dan komt Van Hooijdonk op het juiste moment. En de bal zelfs op de paal. Met Aerts daar heel dichtbij. Tininho. Van Wonderen. Onder druk gezet door Wouter. Wouter die nu de bal krijgt van Tininho. Voorbij Zoetebier. Maar dan komt Van Wonderen zijn doelman de helpende hand toesteken. Het is een moeilijke wedstrijd voor Feyenoord tussen twee Champions League wedstrijden door. Aanstaande dinsdag Dynamo Kiev, afgelopen dinsdag Newcastle United. Dan is het niet altijd even makkelijk om je op te laden voor een wedstrijd tegen RBC. Maar het lukt Feyenoord uitstekend. Bosveld. Van Hooijdonk. Emmerton, de kans voor Thomas Buffel en het doelpunt van Thomas Buffel. Er was al een handvol gelegenheden eerder. Maar nu is het dan toch raak en volledig terecht. Van Hooijdonk op Emmerton. Dan het foutje van Olise, genadeloos afgestraft door Thomas Buffel. Olise.
Bouwer wint het luchtduel van Henk Vos. En over de grond heeft hij een forse overtreding nodig. Een gele kaart was wellicht op zijn plaats geweest. Wordt het Vos of Wouter? Het wordt Vos. En hard zat. De rebound van Keller. Via Zoetebier over. Nog 10 minuten te spelen in een aantrekkelijke eerste helft. Gedomineerd door Feyenoord. RBC probeert wat het kan. En dat is soms verrassend veel. Daar komt Wouter. Hoekschop via Power. Tininho. Vrije kopkans. Maar gepakt door Zoetebier. Die kopbal van Sander Keller. Song. Bosveld. Emmerton. Weer zo'n mooie aanval van Feyenoord in een hoog tempo. Besloten met het schot van Brad Emmerton. Pardo. Van Hooijdonk. Opnieuw Pardo. Daar de voorzet weggekopt door Olysee. En nu ruimte voor RBC om eruit te komen met Wouter. Vos biedt zich aan, helemaal vrij achterin. Daar is Henk Vos, daar moet de 1-1 komen en daar is hij niet. Nordin Wouter doet alles goed. Geeft de paas op het juiste moment. Vos hoeft alleen maar aan te leggen, maar mikt dan naast. Van Hooijdonk raakt de bal kwijt aan Tininho. Die ook een goed vervolg in huis heeft. Vos. De bedoeling was Wouter. Maar daar stond Raza nog. Dus wel een hoekschop. Wouter wacht tot iedereen is gearriveerd in het strafschopgebied. Zoals Nascimento. En het is Nascimento die ook scoort. Vlak voor rust. Je zag het een beetje aankomen. Feyenoord zakte weg na de openingstreffer. En dit is het gevolg. De gelijkmaker van David Nascimento en RBC. Van Hooijdonk. Nascimento. Van Wonderen. Buffel. Overname Lulling. Door de benen van de Graaf. En tot bij Emmerton. Dat zal Lulling wat vertrouwen geven. Song. Song. Redding Aert. Bouwen. Olysee. Begint aan een avontuurtje. Vos. Goeie paas zeg. Op Den Ouden. Den Ouden. 2-1. 2-1 voor RBC. En uitgerekend Geert den Ouden, degene die scoort. De man die tot nog toe zo weinig lukte. Maar deze paas van Henk Vos is te mooi om te laten liggen. Overname Feyenoord met Buffel en Lulling. Lulling, terug op Onno. Van Hooijdonk vrijgespeeld. Pierre van Hooijdonk. Redding Aert. Onno. Met een slippertje. Vos. Wouter kruist. Daardoor ontstaat er ruimte voor Henk Vos. Vos. 3-1. Henk Vos. Lijkt hier zijn oude club de das om te gaan doen. Want nu wordt dat gat wel erg groot. Het begint bij de fout van Shinji Onno. Vos pikt op, kijkt naar Wouter. Die trekt naar binnen, neemt Emmerton mee. Daardoor ontstaat er ruimte voor Vos. En dan gaat de bal nog via een Feyenoordbeen omhoog. En is Zoetebier geklopt. Een dubbele wissel bij Feyenoord. Daar gaat Jungkook Song naar de kant. Hij wordt vervangen door Bonaventura Kalou. En ook Thomas Raza is naar de kant gehaald. En Feyenoord zet ook stormram Mariano Bombarda in. Tot nu alles of niet.
Emmerton. Combinatie met Kalou. En dan stuit Emmerton op Fleur. Kalou. Terug op Emmerton. Lage voorzet. Ingetikt door Van Hooijdonk. Maar RBC weet de bal uit het doel te houden. Boter. Daar ligt de ruimte voor RBC. Dat er nu met vier mensen uitkomt. Behalve Wouter, ook Tininho, Vos en Den Ouden. Geert Den Ouden blijft overeind. Den Ouden doet het zelf en doet het goed. Doet het niet goed. Het leek erop alsof de bal in het doel terecht kwam. Maar op de een of andere manier ging hij naast. Bosveld. Bosveld. Van achteren neergelegd door Olysee. Is dit dan het moment van Van Hooijdonk? Twee keer eerder mocht Van Hooijdonk het vanavond proberen. Middels een vrije trap. En twee keer leverde dat niets op. Van Hooijdonk. Nu wel raak. En hoe? De vijfde keer dit seizoen, inclusief de internationale wedstrijden, dat Van Hooijdonk het op deze manier doet. Pauwe. Pauwe. Kalou niet buitenspel. Maaseland opnieuw Kalou. Bombarda, Bombarda. Schot geblokt. Emmerton uit de tweede lijn. Mooie paas van Emmerton op Thomas Buffel. Onno biedt zich aan. Onno naast. Bosveld, goed. Leurling krijgt een douw. Vrije trap. Overtreding Maaseland. Nogmaals Van Hooijdonk. Die nu een muur van drie Feyenoorders heeft opgesteld. Om Aerts het uitzicht te ontnemen. Van Hooijdonk tegen het lichaam van Olysee. Zo was het al met al nog gevaarlijk genoeg. Keller. De bal gemist door de Graaf. Maar daar is wel de beslissing door invaller Björn Dalemans. Het is een logisch gevolg van die inhaalrace van Feyenoord. Dat alles op de aanval zet. Daardoor ligt de ruimte achterin voor RBC. En die ruimte wordt afgestraft door Björn Dalemans. Er werd al gewonnen van Heerenveen. Dat was een stunt. Maar dit is een sensatie die zijn weerga niet kent. De 4-2 overwinning van RBC op Feyenoord.